In deze video lees ik een stuk vooruit de Surinaamse media, dagblad Waterkant van 27 september 2024, met als titel: Benny Miranda, mijn naam en foto worden misbruikt voor haatdravende berichten. Benny Miranda is het slachtoffer geworden van identiteitsfraude op Facebook. Een nepaccount heeft zijn naam en foto gebruikt om kwetsende en haatdravende berichten te verspreiden. Ondanks meerdere pogingen om het account te laten verwijderen, heeft Facebook nog geen actie ondernomen. Benny heeft aangifte gedaan bij de Surinaanse politie en hoopt dat er snel actie wordt ondernomen. In deze video bespreek ik het hele verhaal en de impact van deze cyberfraude op zijn leven. Benny Miranda is het slachtoffer geworden van identiteitsfraude op Facebook. Een nepaccount heeft zijn naam en foto gebruikt om lelijke en kletsende berichten te verspreiden op het platform. Ondanks meerdere pogingen om het account te rapporteren, heeft Facebook nog geen actie ondernomen. Benny heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie in Suriname, maar de situatie blijft onopgelost. Miranda vertelt dat hij voor het eerst merkte dat iemand zijn identiteit misblijft toen vrienden en bekenden hem aanspraken op berichten die hij zogenaamd had geschreven. Ik was geschokt. Iemand gebruikt mijn foto en naam om nare dingen te schrijven op Facebook, terwijl ik daar niets mee te maken heb, al dus Benny. De valse berichten hebben niet alleen zijn reputatie beschadigd maar ook voor veel verwarring verzorgd binnen zijn netwerk. Benny heeft herhaaldelijk geprobeerd het nepaccount te laten verwijderen door het via de officiële kanalen van Facebook te rapporteren. Ik heb meerdere keren melding gemaakt, maar er gebeurt niets. Het is frustrerend om te zien dat zulke accounts blijven bestaan en mensen kwaad kunnen doen met jouw naam. Aangezien de rapportages bij Facebook geen resultaat opleverden, besloot Benny om een stap verder te gaan en aangifte te doen bij de Surinaamse politie. Hij hoopt dat er snel actie wordt ondernomen om het nepaccount te verwijderen en de persoon achter de identiteitsfraude te identificeren. Ik wil dat dit stopt. Mijn naam en foto worden misbruikt en dat is onacceptabel. Dat was dus het stuk uit dagblad Waterkant, te Paramaribo, Suriname. Uw mening over dit stuk kunt u onderaan de video plaatsen conform de richtlijnen.